pak hem op! Eén ding! Kruis nog op! En justice voor Sanda Diamond! Koop nu tickets voor de show op 25 november in de Lotto Arena in Antwerpen. Maar koop ze nu, ik heb ze net verkocht. I'm feeling strong, baby. It's gonna be crazy. Yo, YouTube. Ik zit hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben nog steeds super pumped en excited van alles wat er gebeurd is op Pukkelpop. Ik hoop dat jullie het al leuk vonden wat jullie allemaal hebben gezien. Want vandaag ga ik daar nog een hele video bij kletsen met allemaal beelden die jullie niet hebben gezien. Ik was zo hyped. Zo fucking hyped om weer op die mainstage van Pukkelpop te staan. En jullie allemaal te zien en samen met Joost heel dat veld te laten shaken. We waren ready. Maar er waren een paar problemen. Een paar hele grote problemen die mij eigenlijk al heel de week aan teisteren waren in mijn slaap. Vergeet deze video niet te liken. Vergeet geen comment te droppen en te subscriben. Subscribe als jij dat nog niet hebt gedaan. En volg mij ook op Snapchat. Want er zijn allemaal nieuwe functies. Waardoor je vanaf een bepaald aantal volgers hoog geld kan verdienen met Snapchat stories. Dus scan dit. En dan gaan we samen checken hoe rijk we kunnen worden van Snapchat. Oké, de problemen van het Pukkelpop optreden. En waarom dat ik zoveel stress had hiervoor. Eerste was de enorme druk door vorig jaar. Want vorig jaar had ik natuurlijk die sprong gedaan. En ik was van het podium gesprongen in een 5 meter verre stage dive. De foto's daarvan waren insane. Waardoor de druk dit jaar zo hoog was. Dat ik eigenlijk vanaf dat Pukkelpop geannounced werd, al volgespamd werd door mensen. Omdat zij hadden gezien dat Joost op de affiche stond. Dus zij zeiden van, holy shit, Ace It, ga weer springen. Tot de dag van het optreden bleef ik heel de tijd berichten krijgen van mensen. Die zeiden, yo, je gaat toch weer springen. Je gaat die sprong toch weer doen. Dat is kut. Want ik wist dat ik niet ging springen. Ik wist dat Pukkelpop na vorige jaren een regel super hard had aangescherpt. Dit jaar stonden deze signs overal. Overal hingen deze spandoeken. Elk groot letter. Scherm die bij elke tent hing, werd dit ook soms hoog geprojecteerd. No crowdsurfing. En als je het wel deed, dan krijg je een harde boete. Meer dan die 1200 euro die ik vorig jaar heb moeten betalen. En daar had ik geen zin in, dus ik kon niet springen. En ik wist dat ik daar heel veel mensen mee ging teleurstellen. En dan twee, het grootste probleem van allemaal was dat alle DJ's die voor ons gespeeld hadden, in de boiler room of in gelijk welke tent, Go Ace It al hadden plat gespeeld. Ik was al getagd in superveel stories van elke dag, meerdere keren per avond. Waar dat gewoon een DJ ons liedje speelt. Waardoor het helemaal niet meer zo speciaal zou zijn als wij het dan zouden doen op de mainstage. Dus we hadden een plan nodig. En wanneer de nood het hoogst is, komen de gekste dingen naar boven. En zo zijn we begonnen aan Go Ace It 2 om die al eens te teasen op de mainstage. Ik heb hem op mijn telefoon staan op dit moment. Hij komt eraan. Ik heb Go Ace It 2 hier gewoon op mijn telefoon staan. Very crazy. Dit is de festival editie. Hij is nog niet klaar. Ik zou zeggen dat hij op 30-40% zit. Belangrijk is dat we de ruggengraat al hebben. Het hele skelet van Go Ace 2 is klaar. Nu moeten we dat alleen nog opvullen. En dat gaan we doen. En deze keer is samenwerking met Visa Asbak. En dan misschien maakt Joost weer een remix van Go Ace 2 en dan kunnen we weer drum en bass erop kletsen. Ik ben beginnen filmen in de ochtend van de Pukkelpopdag. Toen was ik nog bij Mr. Knol. En dat begon zo. Yo YouTube, Ace hier. Welkom bij deze nieuwe video. Het is super vroeg. Vandaag is dat Big Pukkelpop Day. Joost moet optreden op de mainstage en we gaan heel dat veld omleggen. 8:21 uur, ik ben niet in Blankenberg. We hebben gisteren 300 kilo ijs gekocht en we hebben een ijsbad gemaakt in de tuin. En ik dacht misschien is het wel leuk om die energie uit dat bad te halen. Nu gewoon straight uit dit bed in dat bad te gaan. Damn, ik denk dat ik een hartstilstand ga pakken, maar fuck it. Deze kamer is zo nice. Ik heb zo'n lul bathroom. Op skireis stond Enzo om 7 uur aan mijn bed op mijn hoofd te slaan om in het ijsbad te gaan. Nu minder energy. Altijd, oh shit. Oh, wat een let's go. Yeah. Relationship goals in de Versace. Wow. Hey, let's go. 8 graden. Is 8 graden. Gisteren was hij 4. Gisteren was hij 4, oké. Let's go Nathan, je zit erin, je kan nu niet meer terug. Nu moet ik gewoon rustig worden. Ja, nu moet je gewoon rustig worden. Nu moet je gewoon chillen. Wat ga je doen vandaag? Een Pukkelpop. We gaan heel dat veld slopen. Oh! Yes! Oh, Jesus. Hoe ga je straks dansen?
Nice. Let's go. Toen zijn we dus rond 9 uur vertrokken van Nederland naar Hasselt. Wat nog altijd een veel kortere rit was dan als ik van Blankenberg had moeten vertrekken naar Hasselt. Dat is echt van het ene uiterste punt in België naar het andere. En ik denk dat we om 11 uur al op Pukkelpop waren. En dan hebben we daar gewoon gechilled, gezorgd dat de vibe goed was, gezorgd dat we allemaal energized waren. En check. Ik moet er niet te veel doekjes om winden, man. Dan zijn we hoog gaan knallen. Dan heeft Joost heel die stage gekild. Martijn was ook mee. Dat was de allereerste keer dat ik met hem iets op stage gedaan heb. Wat echt super raar is. Dat was de allereerste keer dat wij dus samen op het podium gestaan hebben. This will go down in history as the best Pukkelpop experience ever. Get it, man. Ik ben een showleider, man. Een crew driver. Een verrassing was dat ik ging meekomen, maar heel veel mensen al wisten dat ik ging meekomen, wouden we toch nog spelen dat ik er eigenlijk niet ging zijn. En dat is volgens mij redelijk goed gelukt. Joost is geëindigd met Florida. Helemaal op het einde van zijn lied, als hij in zijn doek zit, ben ik naar hem gelopen. En dan hebben we nog één keer heel die weide omgelegd. Nog één keer heel dat fucking veld laten springen. En op het einde heb ik inderdaad een crazy speech gegeven. Ja bro, check. Het is dan maar zo. Is dan maar zo, toch? I love you, bro. Jij houdt allemaal van jou. Heel België houdt van jou. Je bent de grootste inspiratie dat ik ooit heb mogen leren kennen. België! Zijn we ready? Echt
insane om dit soort dingen te kunnen doen als YouTuber. Dit is helemaal niet mijn main road. Maar alles wat gebeurd is met Go Acid, dat heb ik allemaal te danken. Aan Joost, aan Tanto Beats, aan Joost, zeker aan Joost. Joost heeft de remix gemaakt. En zonder de remix, snap je? De remix was eigenlijk pas de echte Go Acid. Was insane. Fucking insane. Echt, weer een van de beste dagen in mijn leven. Alles het optreden, alles rond, de sfeer met iedereen, dan even op het veld gaan. Insane. Ik kan wel huilen als ik naar die beelden kijk en als ik alles besef gewoon. Dikke shout-out naar Bloempot, by the way, om dit allemaal in beeld te brengen. De beste fucking videograaf van België. Jullie snappen niet hoe belangrijk dat is om een goede videograaf te hebben, dat je gewoon blind vertrouwt, want tijdens het optreden kan je niet even zeggen wat je wil. Dan ligt het allemaal in de handen van de videograaf en daar is Bloempot Jeroen de beste voor, man. Shout-out naar hem. Nu terug naar melig doen over hoe gelukkig dat ik ben en hoe blij dat ik ben dat ik in deze positie sta. Het is insane. Echt, ja, vorig jaar. Ik had nooit gedacht dat we dit jaar nog een keer hetzelfde gingen doen met hetzelfde liedje. Maar het is niet hetzelfde liedje. Go Acid 2 komt eraan. Go Acid, go Acid, go Acid, go. Hier moeten daar nog tekst op, toch? Insane, insane. Ik ben zo blij. Alles gaat zo nice. En alles valt samen. En alles is samen aan het komen. En ik ben jullie zo dankbaar voor al deze kansen. Ik ga blijven knallen. Ik weet dat ik de laatste tijd iets wat afweziger geweest ben op YouTube. Maar jullie weten dat ik nooit weg ben. Jullie weten dat je me altijd kan vinden. Gelijk op elk sociaal media platform. Ik ga nooit echt weg zijn. YouTube was ik even moeilijk te vinden. Maar ik kom altijd terug. Ik kom altijd terug. Zoveel stress dat ik ging teleurstellen. En dat ik niet ging kunnen doen wat ik wou en zo. Ik ben op het einde ook zo nog eens bij Joost op podium gesprongen. En we hebben daar nog eens heel de boiler room laten beven. Dat wel gewoon op het originele nummer. Dus ergens de mensen die dan nog eens de originele versie wouden horen, hebben dat daar nog eens gehoord. Insane. Insane. Love it. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. All the love. All the fucking power. En tot de volgende keer. Yo!